Goedenavond en leuk dat je kijkt naar de eerste uitzending van VVV TV. In deze aflevering gaan we vooruitblikken op het nieuwe seizoen dat vrijdagavond officieel begint met een thuiswedstrijd tegen Almere City. We beginnen deze uitzending met onze trainer Rick Kruijs, die zijn selectie de afgelopen weken veelvuldig aan het werk zag. Hoe tevreden is hij over de voorbereiding? Best wel tevreden, omdat we bijna op Tristan Dekker een fitte selectie die hebben we. En uiteindelijk zijn de ideeën en de spelbedoeling van VVV worden steeds meer duidelijk. Ik vind dat de jongens daar goed mee omgaan. Ik vond de afgelopen wedstrijd wel een van de minste van de voorbereiding. Ook tegen een goede tegenstander. Tegen Fortuna. Ja, Fortuna. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wel een hoop dingen kunnen zien waarin we ons kunnen verbeteren. Dus die kwam eigenlijk op een goed moment. Als je nu al die oefenwedstrijden bij elkaar pakt, wat neem je daar mee? Nou ja, dat we de lijn willen doortrekken om zoveel kansen te creëren en heel dynamisch te kunnen aanvallen. Het is wel zo dat we verdedigend gezien nog niet altijd top zijn, nog niet goed genoeg kunnen volhouden. Dat is ook logisch, hè, want je zit nu in week 6. Maar goed, daar moeten we wel hard mee aan de slag. Vrijdag maakt Kruijs in Covebo Stadion de Koel zijn officiële debuut als trainer van VVV. Almere City is de eerste tegenstander en Kruijs weet wat hij kan verwachten van de ploeg uit Flevoland. Goeie ploeg. Ik ben wezen kijken afgelopen zondag toen ze tegen Ajax speelden. Er zit veel structuur in. Is een ploeg die qua organisatie gewoon hartstikke goed staat. We hebben natuurlijk ook een goed trainingsduo met Alex Pastoor en Hedwigus Maduro. Dus ik verwacht een mooie wedstrijd. Wat verwacht je van jouw ploeg vrijdag? Ik hoop dat we met veel aanvalslust en energie zullen spelen. Dus de eerste wedstrijd natuurlijk van de competitie, het nieuwe VVV. En ik hoop natuurlijk op 3 punten. Voor het eerst ook in een goed gevulde Koel. Wat verwacht je daarvan? Je hebt natuurlijk al vaker hier gespeeld ook. Ja. Nou ja, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En het is natuurlijk een factor wat kan meehelpen. Op het moment dat je gesteund wordt door je aanhang, dan geeft het gewoon wat extra's. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Met deze video werd bekendgemaakt dat Sven Braken dit seizoen de aanvoerdersband raakt bij VVV. De aanvaller is door Kruijs benoemd tot een nieuwe eerste aanvoerder. Reden genoeg dus voor een interview met een kerstverse captain. Sven Braken, nieuwe aanvoerder van VVV. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had je het verwacht? Niet verwacht. Ik begon gewoon weer op nul dit seizoen. En naarmate de voorbereiding een beetje vorderde, was ik wel vaker aanvoerder in de oefenwedstrijden. En uiteindelijk op trainingskamp kreeg ik te horen dat ik dit seizoen die band mag dragen. Ben je een natuurlijke leider of ben je dan langzaam in die rol gegroeid gedurende de voorbereiding? Ja, naarmate ik word nu ook wat ouder. Ik ben nu 29 geworden. We hebben een jongere groep en dan merk je gewoon dat je zelf inderdaad wat meer in die leidende rol komt. En dit is ook voor mij de eerste keer dat ik aanvoerder van een team ben. Ik denk wel dat ik alles in me heb om een goede aanvoerder te zijn. Wat was je eerste reactie toen je het horen kreeg? Ja, blij en trots. Vooral een trots gevoel. Dat is toch niet niks. En ik ben blij dat de trainer zoveel vertrouwen erin heeft. Als jij als aanvoerder nu naar het team kijkt, waar staan jullie nu? Ik denk dat we de eerste training en waar we nu staan, dat we daar een enorme groei hebben doorgemaakt. Een andere speelstijl. Dat is, als je ziet zeg maar, beelden van begin van het seizoen, hoe we toen wedstrijden speelden met nu. Ja, dat is een enorm verschil, een enorme ontwikkeling. En dat we daar nog zeker ook stappen in moeten maken. Maar ja, ik denk dat we er ook fysiek goed op staan. Dus ik denk dat we wel klaar zijn voor de start van de competitie. Wat is dat grootste verschil dan met het begin van het seizoen? Ja, wat ik je zeg, we gaan een andere speelstijl spelen. Ja, dat was voor iedereen wennen. Er worden andere dingen gevraagd. In een korte tijd hebben we toch veel dingen al opgepakt. En tuurlijk moet dat beter en kan dat ook nog beter. Maar als je ziet in zo'n korte tijd hoeveel stappen we al hebben gemaakt, vind ik dat wel een compliment waard. Alleen zijn we er nog lang niet, maar dat weten we ook. Hoe kijk je terug op je eigen voorbereiding tot dit seizoen? Een beetje hetzelfde eigenlijk hoe iedereen dat heeft. Voor mij is het ook nieuw wat er gevraagd wordt. De trainer heeft andere ideeën dan een andere trainer. Maar ik sta er 100% achter en ik geloof ook echt in wat de trainer voor ogen heeft. Dus
ja, ik heb er gewoon enorm veel zin in. We sluiten deze uitzending af met technisch manager Willem Jansen. Sinds dit seizoen is Jansen de eindverantwoordelijke op voetbalgebied. En dus volgde ook hij de voorbereiding van het eerste elftal op de voet. Heel interessant natuurlijk om het proces te volgen. Nou ja, weet je, we zijn ergens natuurlijk aan begonnen onder de nieuwe hoofdtrainer. Ja, duidelijk een andere manier van spelen, andere manier van intenties in het spel. Ja, het is heel logisch dat dat tijd nodig heeft, dat dat niet in 5-6 weken allemaal klaar is. Hè. Dus dat we zullen in het seizoen zullen we die ontwikkeling moeten doorzetten. Ja, daar zie je hele goede momenten terug en fases ook mindere momenten natuurlijk. En ja, het belangrijkste is dat het ook heel veel inzicht heeft gegeven. Die ook heel waardevol is natuurlijk om te kijken ook weer waar je nog wilt versterken als elftal zijnde. Dus ja, zo'n voorbereiding is altijd heel interessant. Blij ook wel dat het erop zit, dat we vrijdag echt gaan beginnen. Ja, ik denk wel dat elftal er klaar voor is. Gelukkig is het elftal bijna zo goed als compleet, als fit. Weinig blessures op Tristan Dekker na. Dus dat is ook iets heel positiefs, denk ik. Hoewel de voorbereiding nog niet alles zegt, is Jansen tevreden over de eerste weken met Kruis als hoofdtrainer. En dat geeft hem vertrouwen voor de start van de competitie. Nou ja, ik denk dat wat ik duidelijk heb gezien en ook proef, ook bij de jongens, is dat er ontwikkeling plaatsvindt. En dat is gewoon belangrijk. En nogmaals, omdat we een bepaald traject zijn ingezet en we willen gewoon groeien in het seizoen. Andere manier van spelen, dat kost gewoon tijd. Ik merk dat er heel veel enthousiasme is onder de spelers om de plannen uit te voeren. Dat er veel energie op de trainingen, in de wedstrijden aanwezig is. Met wisselend resultaat natuurlijk nog ook in de voorbereiding, waar je tegen hele sterke tegenstanders speelt, soms wat mindere tegenstanders. Dus het is ook niet altijd even duidelijk om precies te zeggen waar je staat. Maar ja, het belangrijkste nogmaals vind ik hoe je met elkaar samenwerkt. Staan de neuzen dezelfde kant op? Geloven spelers in het verhaal en het proces waar je mee bezig bent? En dat merk ik duidelijk. Dus dat biedt in ieder geval heel veel perspectief voor dit seizoen. Vol vertrouwen het nieuwe seizoen in dus. Maar ondanks dat vertrouwen in de huidige selectie, hoopt Jansen voor het einde van de transferperiode nog een aantal nieuwe spelers binnen te halen. Ja, zeker. Je kijkt altijd nog waar je kan versterken. Nou, er is nog ruimte voor. Het is wel een moeilijke markt. Heel veel clubs zijn nog zoekende natuurlijk. Je hebt nog een maand de tijd in deze deadline ook. Ja, duidelijk is dat we zeker nog wel versterkingen erbij willen. Ook omdat om de groep natuurlijk breder en kwalitatief sterker te maken. Maar het moeten wel allemaal goede toevoegingen zijn. Het moeten echt kwaliteitsimpulsen zijn. En dat proces is ook nog niet klaar natuurlijk. Maar nogmaals, ik heb wel de verwachting dat we zeker nog wel versterking kunnen toevoegen. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.